Jawel, ik heb datzelfde gevoel. Als je, als je iemand een rol wilt geven, dan moet je onderhandelen met die, met die een agent. Mm -hmm. Die dan een hele grote percent pakt, die dan zijn Aasen stelt, die je eigenlijk van toe tot nog blazen uh, weet, die je die, 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 iemand anders voorstelt, als een stal die compleet verkeerd gekast is. Dan moet een vrouw zijn en die stelt een man voor, niet eens geleerd met <laughs> het scenario. Is. De gasten, die, die, die agenten, dan die, dat is gelijk de kunstcritici, die verstonden er eigenlijk heel weinig van. Die, ja. kunnen, die kunnen het goed uitleggen. En, en dan heb ik dus gezegd: artiesten hebben dat nodig, artiesten laten zo mee hun voeten spelen. Die, ik, ik ben eens naar een, een grote vergadering geweest in, in, in Trump Theater op het Zuid. En dat ging over rechten en over, over mechanische rechten en weet ik wat. En er kwamen mensen spreken, echt muzikanten die het gemokt hadden. En eigenlijk zat ze al te wachten totdat de receptie begon. Ja. Maar ze wouden niks als artiesten. Ja. Die zeiden hun geen reet, maar morgen ja. komen maar het wel gezellig ging worden. En dat ja. is gezellig geworden. Dus ja. Ja. En dan zijn er de mensen die geen talent hebben, maar die wel georganiseerd zijn en geordend zijn, en die zeggen: kom, ik zal jouw rechten verdedigen. Ja. En die gewoon met, met groot geld lopen. Ja. Of op zijn Amerikaanse, de Amerikaanse uh, hip-hop zit zo in die. Als die gasten die een die krijgen een enorme villa, die krijgen alles wat ze willen, klein ook. En mm -hmm. ze gaan het niet meer maar is ze die buiten en dat doos onder dan de volgende <laughs> upcoming young man. <laughs>